Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een Passiefinkomen.nl. We vandaag gaan kijken naar de huizenmarkt. Want daar waren de afgelopen weken best wel veel verschillende nieuwsberichten over. Die ten eerste interessant zijn voor de mensen die op zoek zijn naar een huis. Maar zeker ook interessant zijn voor de mensen die al een huis in bezit hebben. Laten we beginnen met positief nieuws, tenminste voor de mensen die al een huis in bezit hebben. Want in dit nieuwsbericht van de NOS lezen we dat we de grootste stijging van huizenprijzen hebben gezien in 20 jaar tijd. We lezen namelijk, de huizenprijzen zijn in 20 jaar tijd niet zo fors gestegen als vorige maand. En dan gaat het over april, want bestaande koopwoningen waren in april van 2021 dus 11,5% duurder dan een jaar eerder. In mei 2001 was de prijsstijging voor het laatst groter. Nou, de huizenprijzen nemen al 8 jaar vrijwel onafgebroken toe. Mede door het woningtekort en vergeleken met het dieptepunt van de huizencrisis in 2013 zijn huizen nu 63,5% duurder. Gaan we dan door naar het volgende nieuwsbericht. Daar lezen we van de Nederlandse Bank: de economie herstelt sneller. Risico's door oververhitte woningmarkt. Daar lezen we: de vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn goed. Al zijn er risico's door onder meer de oververhitte huizenmarkt. Verder lijkt de wereldeconomie sneller te herstellen dan gedacht. En dat wordt dan gezegd door Klaas Knot, dat is de president van de Nederlandse Bank. Knot is positief over de stand van zaken van de economie ondanks de historisch grote economische krimp. Hij denkt dat het economisch herstel door het afbouwen van coronamaatregelen in de tweede helft van dit jaar flink zal versnellen. Knot vindt dat banken beperkt moeten worden in de risico's op de woningmarkt. Daarom wil de Nederlandse Bank per 1 januari 2022 een ondergrens aan de risico's die banken lopen op de woningmarkt. Daarmee dwingt de Nederlandse Bank banken om extra reserves aan te houden voor het geval er een omslag komt in de huizenmarkt en de prijzen gaan dalen. Met dat risico houden banken nu te weinig rekening, al dus de president uh, Knot van de Nederlandse Bank. Nou, dat is eigenlijk niet wat we dus eigenlijk eerder zagen. Eerder zagen we dat het eigenlijk al sinds 2013 bijna ieder kwartaal, iedere maand de huizenprijzen mag stijgen. We zijn dat heel normaal gaan vinden. Ook banken zijn dat heel normaal gaan vinden. En de Nederlandse Bank waarschuwt dan eigenlijk van, we moeten nu iets gaan veranderen. Banken moeten meer rekening gaan houden dat er ook risico's zijn. En het kan gewoon zo zijn dat huizenprijzen ook gaan dalen. Ook al hebben we dat lange tijd niet gezien. Dat is wel ja, misschien juist daarom ook wel steeds logischer dat dat een keer gaat gebeuren. Lezen we dan verder? Nou, volgens Knot helpen maatregelen als hypotheekrenteaftrek, ruime leennormen en subsidie voor starters niet. Er is een fors aantal problemen op de woningmarkt, zegt hij. Je zou aan de vraagkant niet nog verder moeten gaan versoepelen, stelde de directeur of de president. Volgens hem komt elke stimulans die je geeft, bijvoorbeeld extra financieringsmogelijkheden en ruimere aftrek, één op één terug in hogere huizenprijzen. Is op zich nog wel logisch dat hij natuurlijk zegt. Want je maakt het mensen steeds. Ja, aantrekkelijker, steeds makkelijker om te gaan kopen, om meer te gaan lenen, waardoor natuurlijk alleen maar mensen meer gaan bieden en uiteindelijk daardoor de huizenprijzen alleen maar sneller gaan stijgen. Kijken we verder dan zien we dat de Nederlandse Bank, schreef in het overzicht Financiële Stabiliteit, dat banken in hun risicoweging voor hypotheken nog steeds te weinig rekening houden met het systeemrisico van een correctie in de woningmarkt, terwijl oververhitting en risicovol leengedrag bij huizenkopers toeneemt. Nou, dat is eigenlijk wat we net ook al zagen. We houden te weinig risico of te weinig rekening met een correctie in de markt. En het is voor mensen ook steeds makkelijker om heel veel te lenen. Heel veel mensen doen dat ook. Ze gaan niet kijken naar welk huis zij nodig hebben, maar ze gaan kijken eerst van hoeveel kan ik maximaal lenen en dat wordt het bedrag waarmee we een huis gaan kopen. Ook dat is denk ik de verkeerde manier van denken, de verkeerde manier waarop je een huis gaat kopen. En tenslotte lezen we volgens hem bestaat de kans dat er een plotseling een prijscorrectie opduikt. Veel huizen zouden hierdoor onder water kunnen komen staan. Dat zou een risico betekenen voor het Nederlandse financiële systeem. En dat komt natuurlijk omdat aan de ene kant mensen, Nederlanders, heel veel schuld hebben relatief gezien. Vooral heel veel hypotheek. Omdat wij eigenlijk in Nederland het hele bedrag uh, zoveel mogelijk proberen te lenen, zoals ik net ook al zei. Terwijl we juist in andere landen zien. Dat mensen al niet zoveel kunnen lenen en eigenlijk vaak verplicht worden om misschien wel 10 of 20 procent van de aankoopbedrag, dat ze dat zelf aan eigen geld inleggen. Op die manier zorg er denk ik ook voor dat huizenprijzen niet zo snel stijgen. Ook dat zagen we trouwens: dat Nederland in de top 7 van, eh, van landen staat waar de huizenprijzen het afgelopen jaar het hardst zijn gestegen. En nu is het niet zo dat alleen de Nederlandse Bank hiervoor waarschuwt, ook het IMF waarschuwt hiervoor. En dat zien we in het volgende nieuwsbericht. Het IMF zegt namelijk dat het Nederlands belastingstelsel leidt tot ongelijkheid. Oh, en ook hier gaat het uiteindelijk weer over woningen. De belastingheffing op het vermogen leidt tot ongelijkheid en gedragsverstoringen. Het IMF, maar ook president Knot van de Nederlandse Bank, zoals we net zagen, dringen er al jaren aan om de belastingvoordelen voor huizenbezitters af te bouwen. Het kabinet heeft daar een eerste stap in gezet door de hypotheekrenteaftrek de komende tijd jaar op jaar te verlagen. Nou, dat hebben we eigenlijk al de laatste tijd al wel gezien. Ieder jaar kun je iets minder van de hypotheekrente aftrekken... waardoor je uiteindelijk gewoon je, ja, over zoveel jaar, ik weet niet hoeveel precies... Um, maar uiteindelijk ga je dan de hele rente die je betaalt, kun je dan niet meer verrekenen. Ook dat is nog zo. We hebben nu lage rentes. Maar de rente die we betalen op een hypotheek kunnen we ook nog verrekenen met, ons, met onze inkomstenbelasting. Dus uiteindelijk betaal je misschien wel 40% of 50% minder... Kijken we dan verder een artikel, dan lezen we het fonds, en dat is dus het IMF. Stel dat Nederland een unieke belastingheffing over bezit hanteert via de drie belastingboxen. Met name de belastingheffing op de eigen woning is volgens het fonds te ruimhartig. Omdat de woning wordt belast op basis van een percentage van de WOZ-waarde, worden huizenbezitters nauwelijks belast. En dat leidt tot een kunstmatige toename van de vraag naar koopwoningen, al is het IMF. Dus hier zien we eigenlijk wederom een reden waarom Nederland de huizenprijzen zo hard stijgen, juist omdat het bezit ook nog minder belast wordt, minder in vergelijking met andere landen, waardoor het steeds aantrekkelijker en ook ja, belastingtechnisch gewoon aantrekkelijker is om een eigen huis te bezitten. Dus zijn misschien ook daarom wel weer mensen bereid om er meer voor te betalen. Zeker omdat we in Nederland zien dat het stukken verdeliger is om een huis te bezitten dan om juist een huis te gaan huren. Gaan we verder, en ik heb in dit bericht best wel wat dingen gearceerd, maar juist omdat er best wel veel nuttige informatie in staat. Huizenbezitters kunnen ook gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Het fonds noemt dat een subsidie, waardoor het aantrekkelijker is om een eigen woning te kopen. Volgens het IMF worden mensen door de gunstige renteaftrek gestimuleerd om een huis met een zo hoog mogelijke hypotheek te financieren. Ja, dat is eigenlijk ook wel weer waar, want uh, alle rente die je betaalt over een hoger bedrag, die kun je toch wel verrekenen. Dus waarom zou je niet juist, juist nu met lage rentepercentages zoveel mogelijk lenen? Want dat is relatief gezien dus best wel voordelig. Uh, door de belastingvoordelen nemen de prijzen van de huizen alleen maar toe. Mensen worden namelijk gestimuleerd om een huis te kopen, waardoor de vraag naar huizen nog groter wordt dan het aanbod. En dat heeft natuurlijk ook met te maken dat we eigenlijk een paar jaar geleden hebben besloten dat we toen heel veel moeite hadden om ja, vergunningen te geven. Konden minder huizen gebouwd worden. Het neemt gewoon tijd in beslag om die huizen te bouwen. Dus beslissingen van een paar jaar geleden hebben nu zijn effect. Dus ook nu is de vraag hoog, maar het aanbod ook van nieuwe woningen is beperkt. En ook dat zorgt natuurlijk weer voor een stijging in de, in de prijzen. En tenslotte, het IMF stelt een aantal hervormingen voor in het rapport. Zoals het verplaatsen van de eigen woning uit box 1, inkomen uit werk en woning, naar box 3 sparen en beleggen. Hierdoor zouden de belastingvoordelen voor huizenbezitters verdwijnen. En dan wordt een huis dus gewoon gezien. Als net als ja, eigenlijk je aandelen dat zijn en die worden ook op die manier belast. En nu wordt dat nog belast met een fictief rendement, maar in de toekomst willen ze gaan naar een, ja, een werkelijk rendement. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan gaat met je huis, omdat je eigenlijk niet weet wat een huis extra waard is geworden, terwijl dat bij een aandeel wel veel makkelijker is. En tenslotte, het is niet voor het eerst dat het IMF kritiek levert op de Nederlandse huizenmarkt. Onder meer in 2011 en 2018 adviseerde de organisatie om een einde te maken. ...aan die hypotheekrente aftrek. Dus we zien nu wel dat ze dat nu gaan zeggen. Maar verwacht niet meteen dat daarop gereageerd wordt... ...want het is al de derde keer in de laatste tien jaar dat ze dit advies eigenlijk geven. Um, ja, en de overheid, de Nederlandse regering, gaat er dus niet meteen mee aan de slag. Kijken we dan tenslotte naar het laatste artikel dat ik wil behandelen in deze video... ...en dat is steden willen al snel beleggers verbieden huizen op te kopen... We lezen: de eerste grote steden willen beleggers al op de korte termijn verbieden huizen op te kopen voor de verhuur. Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Haarlem verwachten uiterlijk begin volgend jaar een beleggersverbod in te kunnen stellen uh, in bepaalde wijken. En met zo'n opkoopverbod willen de steden de komende vijf jaar flink ingrijpen op de woningmarkt. Ze gaan dus eigenlijk gewoon beperken dat beleggers juist huizen kunnen kopen in de hoop dat juist starters dat het aantrekkelijker wordt. De zeven grootste gemeenten willen een dergelijk verbod instellen als de eerste kamer hier later dit jaar mee akkoord gaat. Nou, we lezen al wel meteen eigenlijk dat het geen oplossing is voor het woningtekort. Beleggers zijn niet blij met het verbod. Ja, dat is logisch. Maar ook de Nederlandse Bank is kritisch. Volgens de Nederlandse Bank is het niet zeker dat huurprijzen in de vrije sector hierdoor opeens omlaag zullen gaan. En iemand anders zegt ook uh, Peter Boelhouwer van de TU Delft. Hij zegt dat je voegt hierdoor geen extra woningen toe. Nou, aan de ene kant, huurprijzen staan vaak vast. Dus als jij nu een huurcontract hebt, dan staat eigenlijk je prijs al vast voor het komende jaar. Of misschien ja, voor het huidige jaar. En wordt die komend jaar geïndexeerd. En dat gaat op basis van de inflatie. Dus inflatie zal toenemen, de huurprijs zal dan toenemen. Die zal niet zo snel gaan dalen. Dus dat heeft al niet echt effect op de huurprijzen, de huurhuizen die er zijn. Maar om juist beleggers te verbieden... Kun je natuurlijk wel starters helpen aan de ene kant. Maar mensen die juist niet willen kopen, niet kunnen kopen, maar die moeten huren. die hebben uiteindelijk maar ja, minder huizen om uit te kiezen. want er komen geen nieuwe huurhuizen bij. Dus ook om die reden denk ik niet dat huurprijzen gaan dalen. maar juist, eerder juist gaan stijgen. Al is er volgens mij wel een maximum gesteld aan hoeveel die stijging kan zijn. Maar ook dat helpt huurders in principe dus niet. Het helpt juist alleen de starters die een woning willen kopen. En we hebben nu verschillende nieuwsberichten behandeld en bekeken. Um, en we zien dus dat de Nederlandse bank, maar ook het IMF, in principe de Nederlandse overheid waarschuwt van. Het is al verstandig om wat dingen te gaan veranderen. Want de manier waarop het nu gaat, dat is niet de manier of het goede pad dat je zou willen bewandelen. Ik denk echt dat het niet zo snel zal zijn dat er ook iets wordt veranderd. Ten eerste, omdat het bij het IMF om een advies gaat. En dat hebben we wel eens dus al een paar keer gehad de laatste tien jaar. Daar zijn ze niet zo heel snel op. Maar het heeft eigenlijk een paar redenen waarom ik denk dat dat. Misschien komt er wel verandering, maar niet op de heel korte termijn. De eerste reden is eigenlijk gewoon de politiek zelf. Zeker bij huizenbezitters is het gewoon een heel gevoelig onderwerp. Um, iedereen is of huurder, of koper, of bezitter van een huis. Dus een, ja, een verandering op dit gebied zal iedereen gaan. Uh, impact zal daarvan gaan merken. Zeker wanneer mensen duurder uit zijn vaak. Nou, dat is niet echt populair in tijden dat we misschien wel weer te maken hebben met verkiezingen. Of in ieder geval, ja, de politieke partijen zijn hier juist heel. Heel terughoudend in. En dat is misschien ook wel de reden dat we de laatste tien jaar dus juist niet die adviezen van het IMF hebben opgevolgd. Ten tweede kan er wel dingen veranderen. Maar dat gaat helemaal niet zo snel. Ook al zouden we dat wel willen, dat gaat gewoon niet. Dat heeft gewoon tijd nodig. Het heeft heel veel impact nodig. Dus daar zullen heel veel wetten, heel veel vergaderingen, heel veel. Ja, de regering zal daar veel over moeten doen. Dus al zouden we nu een beslissing nemen... die zal pas over vele jaren effect hebben. Maar zou er dan een beslissing komen, zou dat effect hebben... dan kun je ook wel niet zorgen dat het snel en veel effect heeft. Want op die manier zou je ervoor zorgen dat huizenprijzen misschien wel gaan dalen. Nou, dat is wederom een risico voor banken. Zeker als banken daar op korte termijn nog niet op voor zijn bereid. Of misschien wel mensen niet op voor zijn bereid. Dus ook dat is weer niet de manier waarop je het zou willen. Want dan kun je juist ja, de economie van Nederland... Of de banken mee in gevaar brengen. Dus dat is eigenlijk waar het de Nederlandse bank ook al voor waarschuwt. Dat er een, ja, een daling zou kunnen komen in de huizenprijzen, alleen als die wordt aangewakkerd door de regering zelf, lijkt me dat ook niet slim. Dus eigenlijk verschillende redenen waarom ik niet zie gebeuren dat het op korte termijn in ieder geval grote veranderingen zullen gaan zien. Maar dat wil niet zeggen dat we er geen rekening mee moeten kunnen houden, of in ieder geval dat we erover na moeten kunnen denken. Want ik denk wel dat we de komende jaren wel. Geleidelijk aan dus die veranderingen zullen tegenkomen. Maar houd er dus rekening mee dat je als huizenbezitter waarschijnlijk meer belasting gaat betalen. Misschien omdat het vanuit box 1 uiteindelijk naar box 3 gaat. Of omdat de WOZ-waarde toeneemt. Of omdat juist gemeentes de belastingen uh, toch gaan verhogen om op die manier extra inkomsten te hebben. Zeker nu vanwege corona op andere manieren juist inkomen wegvalt bij, die, bij de gemeente, maar misschien ook al bij de overheid. En het is op zich niet zo heel erg dat er meer belast wordt. Je, je vermogen neemt inmiddels ook toe natuurlijk als een huis meer waard wordt. Het enige nadeel daarvan is dat heel veel mensen dat het vermogen dan ook vastzit in het huis. Dus als je meer belasting gaat moeten betalen, maar je hebt dat geld niet. Contant zeg maar, op je rekening staan of zo, zorgt wederom voor problemen. Dus ook dat zou kunnen zorgen dat we eigenlijk alleen maar met meer problemen te maken krijgen. Dus ook daar zul je zien dat het niet zo makkelijk is als dat het lijkt. Maar dat is mijn mening. Dat is mijn visie die ik een beetje opmaak uit deze verschillende nieuwsberichten. Ik ben ook erg benieuwd hoe jij hierover denkt en wat jouw verwachtingen zijn voor de komende jaren. Laat dat vooral wel weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? En wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje. Omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Nogmaals bedankt voor het kijken, een fijn weekend en tot de volgende video.